Stel je voor, fucking hard op je bek, weet je wel. Sisters in Science is eigenlijk op dit moment een Instagram kanaal wat ik met Noor en Lotte ben begonnen. We willen iets meer inzicht geven in de wereld waar wij in werken. We laten zien van, hey, kijk, wij zijn drie jonge vrouwen die ook hier in scheikunde werken. En dat hele beeld van, je moet een hele nerd zijn die met niemand kan praten, die heel super slim is, die, nou ja, al die voordelen wilden we eigenlijk weghalen. Ja, kom maar. Hoe vaak heb je gesprekken gehad met je vrienden en dan wil je vertellen wat je aan het doen bent, maar het is zo, ja, voor hun is dat zo raar van, oh, wat doe je dan op het lab en wat doe je dan? En dan kan je dat gewoon laten beelden in korte stories, zeg maar. Ik ben ook echt wel een vlogkijker online, dus nou ja, ik keek heel veel Nienke Plas en toen dacht ik, ja, weet je, ik heb ook een leven wat mensen niet kennen, dus moet ik dat ook niet laten zien? Toen dachten we op een gegeven moment, ja, waarom starten we niet gewoon met een Instagram? Waar we ook met stories korte vlogs eigenlijk kunnen doen, mensen toch dingen kunnen laten zien. We posten alle drie één keer per week, dus in principe ook vaste dagen. En af en toe komen we dus tussendoor met een teaching week of een PhD week. Vandaag gaan we een reels maken over Teaching Week. We willen eigenlijk weer laten zien hoe het voor ons is om eigenlijk door een schermles te geven. Teaching in March 2020 en teaching in March 2021. Als je een serieuze message wil overgeven, moet daar ook wel een dosis humor bij zitten. En ik denk dat zeker is wat we gaan proberen met Sisters in Science. Het mooie is ook dat je op een gegeven moment ook voor je kijkt. We begonnen met onschuldig een Instagram pagina en kijken hoe ver het komt. Maar nu is het opeens veel breder, een breder publiek. Als het gaat om ouders of het gaat om je vrienden of scholieren die nog niet weten wat ze willen. Of de industrie die ons ook op begint te volgen van oké, dit is ook een manier om meer scheikunde te promoten. We zijn bezig met samenwerking met de KNCV, dat is de Nationale Chemievereniging. En samen met C3, wat Centrum voor Jongeren Communicatie Chemie, zijn we aan het kijken hoe wij kunnen helpen in het ondersteunen van scheikunde leerlingen eigenlijk door heel het land, dus via online filmpjes. Dat willen we graag laten zien, dat scheikunde echt heel breed toepasbaar is en dat wij dat zelf ook gemist hebben vroeger, die rolmodellen en hoe je het allemaal kan gebruiken. Dus ik kijk heel erg uit naar wat het ons allemaal gaat brengen.